Hallo, ik ben Gea en welkom bij Bla Bla Bla. Deze aflevering gaan we het hebben over op vakantie gaan. Hoe doe je dat als je vakantie hebt met een verstandelijke beperking? Als eerste praat ik met Nelleke. Zij woont in Driebergen en ze is al een aantal keer met speciaal reisorganisatie op vakantie geweest. Hallo Nelleke. Hey Gea. Leuk dat je er bent. Ja. Waarom ben jij ooit met een reisorganisatie op vakantie gegaan? Ik heb dat gedaan. De eerste keer was ik nog heel jong. Toen heb ik het uitgeprobeerd. Toen vond ik het niet zo leuk. En toen dacht ik, hoe oud zou ik geweest zijn? Iets van 26 was of zo. Denk ik, ik ga het nog eens een keer proberen. En toen ben ik mee naar Disneyland geweest. En was het toen leuk? Ja, het was je minder leuke kanten en je leuke kanten natuurlijk. Mm-hmm. Wat waren de minder leuke kanten? Dat je niet kan kiezen met wie je op een kamer slaapt. Want we sliepen met z'n drie op een kamer. En ik vind dat sowieso nooit echt heel fijn. Maar je had dus ook niet de keuze met wie je op een kamer sliep. En wat zijn er wel leuke kanten? Dat je met een hele grote groep bent en dat je nieuwe contacten opdoet. En dat het is heel gezellig en zo. Heb je ook al vrienden gekregen toen jij op vakantie was? Nee, dat niet. Vond je dat eng of past het niet bij je? Nee, dat waren allemaal mensen die niet bij mij pasten. Op vakantie was het leuk. Maar daarbuiten heb ik niet echt contact gehouden of zo. Oké. En maar vond je het ook spannend om op zo'n vakantie te gaan? Nee, ik vind niet zo gauw iets spannend. Ja, je hebt natuurlijk wel eerst allemaal nieuwe mensen en zo. Misschien dat ik wel spannend vond van een beetje van, ja, hoe zijn ze en zo. En straks is er iemand die je niet mag of zo. Dat is dan wel weer lastig. En zou je nog een keer zo'n vakantie meegaan? Nee, dat niet. En zelf op vakantie gaan, is dat een optie? Ja, dat wel. En dat doe je nu ook? Ja, dat kan ik ook wel. Doe ik ook soms wel. Of gewoon met mijn ouders mee. Maar ik ben ook wel met een vriendin geweest. En wat? Oh, sorry, zeg maar. Dat is leuker dan. Gewoon met een vriendin weg. Ja. En welke tips heb je voor iemand die op vakantie wil gaan? Als je voor de eerste keer gaat, dan zou ik echt zeggen van, zoek een plek uit die je kent, want dan weet je dat vind ik al leuk. Ik heb toen expres voor Disneyland gekozen, omdat ik dat al kende. En heel fan ben van Disney? Ja. Dus toen dacht ik van, dan kies ik iets uit wat ik sowieso leuk vind. En dan kijk ik het, dan zie ik het wel aan met de groep, wat dat is en zo. Dus dat is een tip van zoek iets uit wat bekend is voor je als je het voor de eerste keer doet. En zou je voor de eerste keer ook zo naar buitenland gaan? Zeg maar, ik ben nog nooit in buitenland geweest. Ja, ben wel eens geweest, maar voor de ding. En zou je dan ook gelijk weer naar buitenland gaan of zou je dan eerst wel een buurt kiezen? Een groepsreis? Ik zou dan wel iets in de buurt kiezen of je kan wel naar het buitenland, maar doe dan een paar dagen of zo, dat je niet super lang gaat. Oké. Okay. Nou, dan wil ik je bedanken voor dit interview. Ja. En succes met tot de volgende keer. Ja, doei. Doei. Op vakantie gaan kost geld. Hoe kom je daaraan? Dat ga ik vragen aan Marjan. Zij werkt bij Mijn Geld en Zo. Welkom Marjan. Hoi Gea. Wat moet je doen als je op vakantie wilt gaan? Het meest simpele is natuurlijk vakantie boeken. Maar ja, er zitten natuurlijk nog wel wat haken en ogen aan voordat je een vakantie kan boeken. Want dan moet je eigenlijk ook wel weten van wat kan je besteden aan een vakantie. En als je, dat is natuurlijk heel erg verschillend van wat je wensen zijn om op vakantie te gaan. Maar moet je dan lang sparen om op vakantie te gaan? Dat ligt ook een beetje aan wat je gaat doen op vakantie. Kijk, als je op vakantie gaat en je vakantie kost bijvoorbeeld 3500 euro,
dan moet je wel lang sparen. Want de meeste mensen die verdienen niet zoveel geld dat ze dat in 1 jaar bij elkaar kunnen sparen. Dus dan heb je vaak dat je meerdere jaren moet gaan sparen voordat je zo'n dure reis kan maken. Maar ga je bijvoorbeeld alleen maar naar een festival en je neemt je eigen tentje mee en je hebt alleen maar wat te drinken nodig. Wat ik altijd doe. Nou, precies. Dan heb je misschien maar een paar honderd euro nodig en dat kan je misschien wel elk jaar doen. Dus met vakantie gaan is ook een beetje afhankelijk van ja, hoeveel geld heb je te besteden. En hoeveel geld wil je besteden aan een vakantie? Een goedkope vakantie. Maar je kunt toch van vakantiegeld kun je toch op vakantie? Nou, de meeste mensen redden het niet om van hun vakantiegeld op vakantie te gaan. Niet? Nee, als je een WAJONG-uitkering hebt, dan heb je ongeveer 750 euro vakantiegeld. En als je dan met een reisorganisatie voor mensen met een handicap op vakantie zou willen, ja, dat red je niet voor 1200, 1300 euro. Dan zoveel? Heb je veel meer geld nodig. Ja, en dan kan je dus vaak niet elk jaar met vakantie. Maar moet je bijvoorbeeld 2 jaar sparen voordat je zo'n dure reis kunt gaan maken. Maar moet je ook wel eens nee zeggen dus? We moeten heel vaak nee zeggen. En als het een hele dure vakantie is, dan moet een bewindvoerder dat ook eerst aan de rechtbank vragen of dat dan wel mag. En als de rechtbank dan zegt van nou, dit vinden we echt niet goed, ja, dan mag zo'n reis niet gemaakt worden. Dat is natuurlijk wel heel jammer, als je heel graag iets wil. Als je wel eens bijvoorbeeld naar Disneyland Parijs wil, dan... Ja, dan ligt het er echt aan van hoe ga je daar dan naartoe. Mm-hmm. Kijk, als je dan met een reisgezelschap gaat, zeg maar, dan ben je vaak heel veel geld kwijt. Mm-hmm. En ja, als je bijvoorbeeld, stel dat je hebt familie die zegt van, nou, wij willen wel met jou mee. En je hoeft alleen maar je eigen kosten te betalen. Ja, dan kan je vaak wel naar zo'n reis weer maken. Mm-hmm. Dus het is heel erg afhankelijk van hoe ga je met vakantie en hoeveel kost dat dan? Ja, en heb je nog een tip voor mensen die op vakantie willen? Mensen die op vakantie willen, ga altijd heel vroeg sparen. Want als je dus weet dat een vakantie eigenlijk altijd wel veel geld kost, dan is het slim om op tijd geld apart te zetten. Want het is niet alleen de reis die je vaak moet betalen. Maar als je daar bent, wil je graag ook nog wel wat uitgeven. Je wil een souvenirtje meenemen. Je wil misschien een kaartje sturen naar iemand. Je wil misschien toch nog eventjes leuk ergens daar ook wat gaan drinken op een terrasje wat er nog niet bij zat. Dus het belangrijkste is zorg dat je in ieder geval goed gespaard hebt voordat je met vakantie gaat. En zorg dat je paspoort natuurlijk goed in orde is. Hè, want dat heb je vaak ook nodig als je met vakantie gaat. Dus ga gewoon eerst eens even praten met iemand die gewoon die weet wat je nodig hebt als je met vakantie wil. Maar in ieder geval heb je geld nodig. Dat is wel duidelijk. Ja, geld moet rollen, toch? Ja, geld moet rollen, dat klopt. Dat klopt, maar ja, je kunt jezelf natuurlijk niet in de schulden gaan steken als je met vakantie wil. Dus het is wel altijd goed om te bedenken van, wat wil ik precies? En ja, je kunt ook je vakantiegeld soms aan andere dingen uitgeven. Want veel mensen denken van, nou, dat vakantiegeld, dat komt, daar moet ik dan maar mee met vakantie. Of dat wil ik dan in 1 keer uitgeven. Maar ja, als je heel krap bij kas zit, is het misschien ook handig om dat vakantiegeld juist niet heel snel en in 1 keer te laten betalen. Maar bijvoorbeeld te zeggen van, nou, ik wil een beetje hiervoor en ik wil een beetje daarvoor. Dus dat je het beter spreidt. Dat zou ook kunnen. Wat bedoel je, waar kan je het voor gebruiken bijvoorbeeld? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ik wil elke week meer leefgeld hebben. Dat kan bijvoorbeeld. En dan kun je dus inderdaad elke week een stukje van je vakantiegeld krijgen. Of je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil met de kerst iedereen een cadeautje geven, daar heb ik extra geld voor nodig. Of je zegt bijvoorbeeld, ik vier graag carnaval en daar wil ik pas mijn vakantiegeld voor gaan gebruiken. Ik betaal er altijd mijn autoverzekering van. Dus ja, je kunt met je vakantiegeld... Ga je nooit op vakantie? Nee, ik ga bijna nooit met vakantie. Nee, ik vind het niet zo belangrijk om met vakantie te gaan. Dus ja, dan ja ik ook niet, maar sommige mensen vinden het wel heel belangrijk. Ja, er zijn mensen die vinden het heel belangrijk en die geven daar best veel geld aan uit. Maar ik vind het niet zo belangrijk. En dan denk ik van ja, maar die auto, daar rijd ik wel elke dag in. Dus laat ik dan maar mijn verzekering ervan betalen. Dus zo doet iedereen wat anders met zijn vakantiegeld. Maar ga je ermee met vakantie, ja, dan heb je vaak wel tekort aan 1 keer vakantiegeld. Nou, ik wil je bedanken voor dit interview en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fantastisch. Ik leef helemaal als ik hier ben. Ik kom hier al hartstikke vaak.
omdat het zo leuk is. Je kunt heerlijk zeilen altijd, kleine bootjes waar je zelf in kunt zeilen. Ik vind het leuk aan zeilwijs dat je kan sturen en dat je zeilen kan hijsen, touw kan opschieten. Wat ik ooit heb gehoord van een deelnemer, die heeft gezegd van je voelt weer dat je leeft. En dat je dan door mee te gaan met de activiteit van zeilwijs, word je zo aangezet tot inspanning, tot actie, tot jezelf uitdagen, grenzen verleggen is heel belangrijk. En dan zeggen van ik heb het gevoel dat ik weer leef, dat vind ik echt prachtig. Dit voelt voor mij als thuis, omdat je geen beperkingen ervaart hier. Je kan alles, je mag alles. Je hebt de rolstoel wel onder je billen, maar eigenlijk je ervaart het niet zo. En dan cross je over de plas. En dat is een gevoel, ja, dat moet je ervaren. Is niet uit te leggen. Ja, net als een vogel zo vrij dat je eigen dan voelt. Dat de vrijwilligers zich daar keer op keer daarvoor in willen zetten en kunnen, alles maar door, dat vind ik echt gewoon super vet. En daarom vond het voor mij gewoon heel erg fijn om hier te kunnen zijn. Ik kijk echt naar de week uit, hè, om lekker tot rust te komen. Ik kom hier gewoon tot rust. En ik geniet er ontiegelijk van. Leuk zo'n zeilvakantie, maar er zijn veel meer reizen, net zoals Adios reizen. En nu zit aan tafel bij mij Ruchiel en hij is van Adios reizen. Ja, dankjewel. En ik heb een paar vragen voor je. Maar waarom bestaat Adios reizen? Ja, Adios reizen, we zijn eigenlijk een reisbureau voor mensen met een verstandelijke beperking. En we bieden reizen met zorg. Dus wij zorgen dat er reizen zijn voor deelnemers die zorg nodig hebben. En het mooie is natuurlijk dat we een christelijke organisatie zijn. Dus we delen ook nog iets met het geloof wanneer we op reis zijn. We zingen liederen, lezen uit de Bijbel. Maar echt iedereen die meegaat is gelovig ingesteld? Alle reisleiders zijn sowieso gelovig. En eigenlijk voor de deelnemers zijn we open. Dus het is natuurlijk leuk als je er iets mee hebt. En zeker als je christen bent is het helemaal fantastisch. Maar als je geen christen bent en je vindt het leuk, ja, dan mag je mee. Oké. En maar waarom zijn reizen zo duur met mensen met een beperking? Ja, duur, dat is een leuke. Ja? Want eigenlijk is het helemaal niet zo duur. Want niet? Wat wij doen is, we hebben een reis. Je betaalt voor een reis. En daarin zit alles inbegrepen. Dus je hebt daar overnachting, je hebt de reis ernaartoe. Maar de vrijwilligers die meegaan, ja, die hebben dat dan ook nodig. Dus in principe voor een hele week vakantie zit alles inbegrepen. Activiteiten, bij jullie eten, of bij, bij andere organisaties ook, denk je dat? Dat weet ik niet. Ik weet wel bij ons in ieder geval dat alles inbegrepen is voor de reis. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. Maar wat is er zo belangrijk aan die reizen dan? Wat belangrijk is, ik denk dat het vooral heel leuk is dat wanneer jij op reis gaat, dat je niet alleen naar een plek gaat en je gaat de hele dag zitten, maar je gaat ook lekker leuke dingen doen buiten. Je gaat excursies doen. Als er een dierenpark in de buurt is, dan kan je misschien een dagje naar het dierenpark gaan. En zeker als je naar het buitenland gaat, heel ver weg, is het natuurlijk leuk en heerlijk om te wandelen in de bergen. Dus je gaat echt heel veel zien wanneer je op reis bent. Maar zeg maar, ik kan bijvoorbeeld niet zo goed wandelen en de andere kan dat wel. Doen jullie dan ook verschillende dingen met verschillende groepen, zeg maar, in de groep? Ja, nou, we hebben niet zozeer in verschillende groepen, maar we hebben het ingedeeld op reizen.
Dus we hebben, we noemen dat handjes. We hebben 1 tot en met 5 handjes reizen. En 5 handjes is eigenlijk een reis die heel veel zorg nodig heeft. Dus mensen die bijvoorbeeld echt in een rolstoel zitten, maar toch op reis willen, mm-hmm. die kunnen dan mee op reis. En daarop is ook natuurlijk de vrijwilliger die meegaat, die weet dan ook wat voor zorg ze kunnen bieden. Mm-hmm. Dus als je heel veel zorg nodig hebt, kan je mee. Maar ook als je dus heel actief bent, dan kan je dus ook op reis meegaan. En je zit eigenlijk altijd in een groep met mensen die dezelfde soort zorg nodig hebben. En zit er wel eens iemand, per ongeluk, verkeerd in een verkeerde groep? Nee, dat kan niet eigenlijk. Nee? Nee. Waarom denken als ze op vakantie willen? Waar mensen aan denken als ze op vakantie willen, ja. Nou, ik denk dat het mooie is dat mensen zelf kunnen bepalen waar ze naartoe gaan. Ik heb hier de reisgids mm-hmm. bij me. Ja, als mensen die willen hebben, app dan even naar Hallo Thuis. Ja, want we hebben er heel veel meegenomen. Ja. En ik denk dat waar ze aan moeten denken is, ze kunnen naar heel veel verschillende gebieden. De meeste handjes, die vinden eigenlijk best wel dicht bij huis plaats. Dus mm-hmm. dat is of in Nederland, of net over de grens. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een reis die is net teruggekomen. Die zijn naar Curaçao geweest. Lekker. Ja, die hebben echt gezond. Fantastische reis hebben ze meegemaakt. Heerlijk genoten van ijs eten, op de boulevard zijn en zwemmen. Nou, noem maar op. Maar we hebben ook reizen hè, deze zomer. Die bijvoorbeeld naar de bergen gaan. Naar Zwitserland. En dat kan je dus eigenlijk zelf bepalen waar je naartoe wil gaan. Ah. Mm-hmm. Nou, ik wil jullie dan bedanken voor het interview, Michiel. Leuk dat er je er was. Dit was het dan voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!